iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering in No Limits 2. Zoals jullie kunnen zien heb ik 3 achtbanen al binnengehaald terug. Dus we gaan de eerste meteen laden, dat is Cedarwood. En ja, het andere kan ik al niet meer lezen. Een houten achtbaan, zoals te zien ook superleuk al gedetailleerd. Dus er zijn rotsen bijgebouwd, ik zie al bomen, kustomlampjes, ik zie allemaal vuilbakjes staan. Ook als we goed gaan kijken, zien we al entrance exit staan. Dus er zijn allemaal custom dingen bijgemaakt. En dat maakt het ook echt super leuk om te zien natuurlijk. Ook die ijzeren hekken rondom de achtbaan. En ik zie ook dat die hele schuine bochten maakt. Dus ik ben nu eigenlijk benieuwd of dat het een gewone houten achtbaan is of een RMC. Het ziet er een gewone houten achtbaan uit. Maar wel met iets meer speciale dingen eigenlijk. We gaan eventjes in de fly modus. Dan gaan we iets sneller. We gaan wel langs de ingang. Ook mooie bordjes gemaakt. Dus hier zie je ook allemaal informatie over de achtbaan. Een hele lange wachtrij zo te zien, maar die gaan we grotendeels skippen. En we gaan langs hier zo naar de attractie. We gaan de fly modus uitzetten en we gaan richting front row. Ook leuk is dat deze attractie ook door het station gaat, zie je, daar bovenin. Dat is ook enorm leuk. Even vals spelen en zo. Dat was iets wat we nog niet hoorden te zien. We gaan even zo vals spelen, hier al inzitten. We gaan onze camera klaarzetten natuurlijk. Dan gaan we die weer onder onze facecam zetten. En dan kunnen we kijken hoe snel dat deze achtbaan effectief gaat gaan. We zien ook een inrangeersysteem. Dus dat zie je hier, in deze plek. Dat is ook heel mooi gemaakt dat het eigenlijk over en weer schuift. En dat je eigenlijk zo het treintje kan gaan binnenzetten. We gaan ook niet blijven wachten te vertrekken. We gaan het een beetje sneller zetten. Beugels gaan dicht. We gaan de kettinglift op. En terwijl we natuurlijk de kettinglift op gaan, houden we onze 4x4. We hebben wel een kettinglift van 12 km per uur, dus dat wil zeggen dat het tamelijk snel gaat. Kijk, voilà. En we hebben een heel mooi zicht over onze baan. Een topsnelheid van 108 km per uur, dat is enorm snel voor een houten achtbaan. Meestal zitten die max rond de 85, 90 km per uur. Dus dit is echt wel een hele snelle en hoge houten achtbaan. Dat is hier ook een hele lange layout, het is heel soepel gebouwd. Mooie bochten boven het water, echt heel dicht bij het water ook. We gaan dan onder decoraties door omdat de baan daar overheen gaat. Ook over een hele grote oppervlakte de attractie gemaakt. Dat is ook super leuk om te zien dat hij echt wel de ruimte heeft gebruikt om deze attractie mooi te maken. Hele leuke speelse bochten, hele soepele baan ook. Gaan we zo meteen waarschijnlijk door station doorgaan. De hele schuine bochten die maken het ook wel heel leuk. Hoe verder je eigenlijk in de baan vordert, hoe speelser dat de baan ook wordt. Dus dat vind ik ook heel positief, dat de baan, ja, naarmate dat ze vordert, echt wel enorm speels wordt. Ook hele leuke airtime hills. Gaan we weer over het begin, onder het begin door. Maken we zelfs een helix onder de optakeling. Heel speciaal. Gaan we nu door het inkomgebouw. Ook helemaal custom gemaakt. Het inkomgebouw is superleuk gedaan. Hier ook nog enkele hele schuine bochten. Heel mooi gedaan. Heel soepel gedaan. En ik denk dat we zo meteen dan aankomen bij de eindremmen. En dat de attractie dan over is. Er blijven toch nog wel enkele leuke helixbochtjes op het einde. Dat is eigenlijk nog langer dan ik dacht. Maar super mooie baan. Ik heb eigenlijk in No Limits persoonlijk nog niet zo'n mooie houten achtbaan gezien als deze. Ik vind dit echt een enorme mooie baan. Kijk, zoals hier dat kleine eindstukje. En dan voor de rest gaat heel die baan hier achteraan die bossen in. Het is vooral daar helemaal achterin. Het is heel uitgestrekt, heel leuk. Oh, ik zie nog een tweede kleine achtbaan. Ik denk niet dat de bedoeling was dat we die ook gingen doen. Nu dat we toch de attracties aan het doen zijn die we zien,
vind ik dat we deze attractie er ook gewoon snel eventjes kunnen bijpakken natuurlijk. Dan gaan we hierin. Zo. Voilà. En dan gaan we dit ook eventjes snel een beetje versnellen. Dat is eigenlijk volgens mij een kleinere versie hiervan. Deze gaat maar 8 km per uur omhoog. Ik denk dat hij eerst een beetje aan het testen heeft geweest hoe dat eigenlijk de baan, het spel een beetje werkt, hoe dat hij er allemaal mee moest gaan werken. Deze is zo te zien iets minder soepel, maar ook wel heel leuk. Hij is ook bezig met die scherpe bochtjes. Dus ik denk dat dit eigenlijk vooral voor hem een beetje een test is, of voor haar, ik weet het eigenlijk niet, een test is geweest om toch hele leuke project dingen te kunnen maken in zijn grote achtbaan. Kijk, hier gaat het echt enorm stroef. Dus ik denk niet dat het de bedoeling was dat we deze achtbaan eigenlijk gingen doen. Maar die is toch wel mee in het park blijven staan, dus hebben ze toch snel eventjes meegedaan. Dus die is heel mini, gewoon met allemaal kleine testjes, denk ik. Goed, gaan we deze verlaten. We gaan hem een duimpje omhoog geven, zeker weten, want het was echt een superbaan. En dan gaan wij onze volgende doen, dat is de Monsoon. Zo, gaan we die spelen. Gaan we laden. Dat is een, ik weet niet wat voor baan het is, maar het ziet er ook een heel leuk projectje uit. Ook, zo te zien, custom scenery toegevoegd, dus hij heeft ook allemaal eigen hekken toegevoegd. En ik zie ook allemaal bomen. Het is wel geen custom station zoals bij de vorige zo te zien. Meteen in de flyview. En als we snel zijn, kunnen we nog snel in dit karretje stappen. We gaan nog alleen snel onze facecam er onderaan zetten. Er zijn geen testresultaten, dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk in de test staat in plaats van dat hij gewoon aanstaat. We kunnen helaas niet zien hoe snel dat hij gaat. Nou, wel een beetje jammer dat dat natuurlijk niet kan. Wel een layout waarbij je enorm veel bij de grond komt eigenlijk. Dus er is heel weinig airtime momenten. Dit is dan wel een heel leuk elementje dat je toch omhoog gaat en dat je die iets schuinere bochtjes maakt. Dat vind ik dan wel super leuk gedaan. Maar voor de rest vind ik hem eigenlijk een beetje te dicht bij de grond. Het is wel verder een compact leuk baantje. Maar als ik de afbeelding zag, had ik er eerlijk gezegd iets meer van verwacht. Ik vind het jammer dat ik de snelheid niet weet. En dan gaan we gewoon heel snel verder naar de volgende achtbaan. De volgende achtbaan is Old West Coaster. Ook een beetje custom scenery er aan toegevoegd. Deze heeft zo te zien ook inversies, dus we gaan toch enkele keren over de kop in onze derde achtbaan van vandaag. Dus dat is ook natuurlijk alleen maar positief om te zien. Het laden gaat allemaal vrij snel vandaag, dus daar ben ik ook al blij om. Allemaal vuur toegevoegd. Ik kan toch niet laten om het gewoon in de fly-modus te gaan. Wel heel mooie custom scenery. Hier is waarschijnlijk de inkom. Dus kijk, we gaan toch eventjes een beetje kijken. Want heel die wachtrij is gewoon volledig gethematiseerd. Dus dat maakt het dan echt wel leuk om te zien. En hier kunnen we in de attractie. Zo, gaan we ongeveer in het midden zitten. Gaan we de snelheid erbij nemen. Die onder onze webcam zetten. Die zo. En dan gaan we natuurlijk weer eventjes iets versnellen, zodanig dat we sneller vertrekken. De custom scenery bij deze is ook heel leuk gemaakt. Je ziet echt dat het zo'n beetje een Wild West setting-achtig is. Dus dat is enorm leuk. Een beetje proberen spieken. Als ik de drop zo zie, denk ik dat we rond de 85 km per uur zullen halen, niet meer. Nee, 70 km per uur maar. Maakt niet uit, een achtbaan hoeft niet snel te zijn, hij hoeft goed te gaan. En deze baan die gaat ook heel soepel zo te zien tot nu toe. Ook hele mooie bochtjes, leuk over de kop-elementen al gehad. Een hele leuke barrel roll eigenlijk, achtig ding. Dan gaat hij naar beneden en dan zijn we al terug aangekomen aan het einde. Dus het is ook een hele korte layout. Maar er is heel veel custom scenery aan toegevoegd. En deze baan is eigenlijk ook wel enorm top en heel goed gemaakt.
echt mijn complimenten aan deze baan. Laat ons zeggen dat ik nog een extra verrassingetje heb. Ik heb onder de vorige video de tip gekregen van hey, Groentand, waarom doe je ook niet uit Bobby Haaland de Fury? En jawel, ik kan het dan natuurlijk toch ook niet laten om te zeggen, we gaan de Fury als extra doen in deze video. Bobby Haaland is ook gewoon een superleuk park in België. Vraag me wel af of dat we kunnen kiezen of dat hij vooruit of achteruit gaat gaan. Ik denk niet dat dat gaat kunnen in het spel. Het is ook een superleuke baan om in het echt te doen. Zo te zien wel enkele foutmeldingetjes. Dan kijken ze meteen. Er zal iets niet kunnen geladen zijn. Of decrease team speed. Oh, dat was van de vorige? Nee? Murrieta? Nee. Oh. We gaan nu toch niet een foutje hebben in de Fury. Want ik kreeg deze baan door van iemand. Dus ja, ik vind het echt wel... Ay, zelfs twee mensen hebben hem gestuurd. Eén iemand heeft het gereageerd onder in de beschrijving op YouTube. En ik heb het ook in privé gekregen via mijn Discord kanaal. Dus ja, dan vind ik het ook wel zeker leuk om dit speciaal voor jullie te gaan doen. Ook heel mooi gedaan dat we hier eigenlijk de inkom van Fury ongeveer hebben nagemaakt gekregen. Net zoals hoe dat die is in Bobby Haaland zelf. Ook een custom bord gemaakt. Ik weet niet of dat het officiële bord van Fury is of niet. De aanschuifrij lijkt in elk geval wel enorm op de echte aanschuifrij. En dan kunnen we hier normaal kiezen in het echt hoe dat je het eigenlijk wil hebben, vooruit, achteruit, voorwaarts of het keuzemenu. Maar we gaan gewoon erin plaatsnemen en onze snelheid erbij zetten. Ook enorm leuke scenery. Zelf die vlaggen gemaakt met het logo van Bobby Haaland op. En dat is echt wel iets waar je trots op kan zijn, want ik vind dit echt super leuk gedaan. Ook zelfgemaakte bakjes, dus je ziet ook Fury vooraan op de bakjes staan. Dat maakt het echt super goed. Wat was dat van foutmelding? Want ik heb het nu eigenlijk niet bekeken. Oh, 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 oh. Weer vertragen, want anders dan schieten we zo meteen vooruit. Zo. Ja, dan druk maar op het knopje en dan kunnen we vertrekken. En ik hoop toch dat we zo vertrekken. Misschien eventjes terug wat sneller zetten. Ja. En dan gaan we zo meteen Fury hopelijk kunnen bestrijden. Wat ik wel zie is hier ook een stuk decoratie over. Ik denk niet dat dat er in het echt is. Nee, de attractie heeft zo te zien een foutmelding gekregen. Even uitstappen. Ja, er is inderdaad een foutmelding. Ik denk dat het spoor niet wil wisselen. Dus we kunnen de attractie momenteel zo te zien niet doen. Het is wel enorm jammer dat dat niet lukt. Zelfs op de achtergrond is het gebouw van de Revolution gemaakt. Nee, er zit dus een foutje in. Helaas. Zelfs deze is gemaakt. Kijk, superleuk. Dus deze die is echt volledig het park een beetje aan het namaken. Die is effectief het volledige park aan het namaken. Dat is okidoki, denk ik, dat daar staat. Dus hij is meerdere achtbanen aan het namaken. Zelfs de tyfoon staat hier ook. Nee, ik moet de tyfoon voorstellen. Het is niet helemaal juist. Dus hier heeft hij een beetje een eigen draai aangegeven. Sledgehammer staat er. Ja, het project is super leuk. Alleen jammer dat we het niet kunnen doen. Helaas. Ik ga kijken of... Nu is hij wel vertrokken. Oh nee, dat is tyfoon. Nee. Helaas kan ik hem niet doen. Ja, ik hoop dat dat ooit misschien eens een keertje opgelost is. Vonden jullie nu een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen. En zijn jullie nog niet geabonneerd? Vergeet dan ook zeker niet om dat abonneerknopje een keertje aan te raken. Ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Ciao.